Yes guys, en welkom weer bij een goed nieuwe video. En in deze video ga ik het met je hebben over Marcus Aurelius en zijn 10 meest impactvolle gedachten. Afgelopen jaar ben ik heel erg bezig geweest met stoïcijnse boeken lezen, zoals The Daily Stoic, The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy. Allerlei boeken van Ryan Holiday in principe over stoïcisme. En ik heb dit eigenlijk het afgelopen jaar ook toegepast op mezelf. Ik heb ook een coachingstraject afgenomen bij Bas Pultz hierover. Voor 3 maanden lang voor ja, een betere mindset en een beter leven. En dit heeft me eigenlijk enorm geholpen. En ik ga jou mijn 10 meest impactvolle gedachtes met je delen. Die uitleggen en hoe ik deze zelf toepas in mijn leven. En hoe jij dit ook voor jezelf kan gaan doen. Laten we gelijk induiken. En de eerste is learn to be indifferent to what makes no difference. Dus dat je anders kan zijn voor dingen die geen verschil maken. En het is helemaal geen probleem om anders te zijn. En ik heb helemaal niks tegen mensen die homo zijn, paars of blauw haar zijn. Want het maakt in principe allemaal niet uit wat iemand is, wat voor kleding die aan heeft, etc. Dus ja, leer eigenlijk om anders te zijn dan de rest. En daarmee zal je ook sneller succes kunnen behalen. Dat is wat ik er voor mezelf heb uitgehaald en hoe je dat voor jezelf kan toepassen. Oké. Okay. There are 2 vices much darker and more serious than the rest. Lack of persistence and lack of self-control. Het zijn eigenlijk 2 slechte gewoontes die veel duisterder zijn en meer serieus zijn dan de rest. Het tekort aan doorzettingsvermogen en het tekort aan zelfcontrole. Nou, ik zie heel veel mensen dus, zeker in deze huidige tijd, die snel opgeven met hun online business die ze proberen. Of ja, snel opgeven met dingen die ze doen. En ik heb me eigenlijk voorgenomen om met alles wat ik doe, dat ik het afmaak. En dat ik daarmee nooit opgeef. En altijd door blijf gaan en altijd de lessen daaruit trek. En lack of self-control. Want als je jezelf niet kan beheersen en je eigen mind, wat kan je dan wel beheersen in het leven? En ik focus me dus op de dingen die ik wel kan beheersen in het leven. En de andere dingen die gebeuren, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen om. Settle of the type of person you want to be and stick to it, whether in company or alone. Dus bepaal wat voor type persoon jij wil zijn en hou je eraan. Zelfs al ben je met dat gezelschap of ander soort gezelschap of dat je alleen bent. Dat je altijd de persoon bent die jij graag wilt zijn, als man zijnde. Okay. There's a limit to the time assigned to you. And if you don't use it to free yourself, it will be gone and will never return. Ja, hierin is een hele mooie quote dat, ja, dat je beperkte tijd hebt. Het leven kan morgen voorbij zijn. Ik ben momenteel 23, maar ja, elke dag dat ik leef is weer een dag minder uiteindelijk. En als je deze tijd niet gebruikt om jezelf los te breken, kan ook zijn van de matrix, maar ook los van jezelf als persoon, dan gaat het voorbij. En die tijd die nu voorbij is, in de afgelopen 3 minuten dat ik tegen jou aan het praten ben, die krijg ik zelf nooit meer terug. En dat is een heel mooi inzicht van, hey, ja, doe het niet morgen, doe het vandaag en ja, we gaan allemaal een keer dood. Dus geniet er ook van dat je er bent. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive. To breathe, to think, to enjoy, to love. Wanneer je dus wakker wordt in de morgen, denk wat voor geluk jij hebt dat jij op deze wereld bent, dat je geboren bent. Hoe groot is de kans dat je überhaupt geboren bent? Hoe groot is de kans dat je op een nieuwe dag weer wakker wordt? Dat je kan ademen, dat je normaal kan nadenken, dat je kan genieten, dat je lief kan hebben. Dat je de dingen normaal kan doen in het leven wat voor andere mensen voor onmogelijk gedaan lijkt. You always have the option of having no opinion. Dit vind ik een hele sterke. Tegenwoordig heeft iedereen en alles maar een mening over. Of het over corona gaat, over vaccinaties, over Rusland, over Israël momenteel. Iedereen heeft altijd een mening. Maar ik heb me voorgenomen, als ik er niet genoeg van weet, heb ik gewoon geen mening over. Dus dat is heel belangrijk om niet altijd maar overal een mening over te hebben als je zelf niet hebt ingelezen. Be tolerant with others and strict with yourself. Dus wees tolerant met anderen en streng voor jezelf. Ik ben heel erg streng voor mezelf. Als ik een keer slack op mijn eten, op mijn gym. Natuurlijk probeer ik het beste uit andere talen, maar als je het een paar keer zegt en mensen veranderen niet, bijvoorbeeld om te stoppen met roken, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Dus laat hun lekker hun ding doen, maar wees lekker streng voor jezelf. En zo kan je eigenlijk ja, een leven vol voldoening leiden. Pleasures can become punishments when taken beyond a certain point. Ja, we zijn echt heel erg voor die instant gratification.
Zeker anno 2023. En als je dus te veel van dat doet, te veel social media, te veel porno, te veel videogames, ja, dat wordt dat eigenlijk een straf en wordt dat eigenlijk een lijden in plaats van een plezierleven. Zorg ervoor dat je niet te veel alleen maar pleasures hebt heel de dag door. It's not dead that a man should fear, but you should fear never beginning to live. Dus je moet niet bang zijn voor de dood als man, maar je moet bang zijn om nooit beginnen met te leven. Dus als je bang bent dingen te doen, doe ze dan toch. En dat is eigenlijk die kleine stem die je in je hoofd hebt. En ik heb mezelf getraind om dat toch te doen, zelfs al voel ik die onzekerheid of die angst. The best revenge is to be unlike he who performed the injury. Ja, eigenlijk de beste revenge op iemand is dus niet zoals iemand zijn die dat probleem bij jou heeft veroorzaakt. Dus jezelf niet mee laten slepen in het lage niveau van iemand anders. Dat zijn eigenlijk de 10 meest impactvolle quotes van Marcus Aurelius. Ik hoop dat je daar superveel aan hebt gehad. Andere boeken die ik van hem aanraad zijn Obstacle is the Way, Letters of a Stoic, The Daily Stoic, Ego is the Enemy, Discipline is the Goal. Ik zal ze ook even voor jullie in Nederlands zeggen. Dagelijkse Stoic, Het Obstakel is de Weg, De Ego is de Vijand, Discipline is het Doel. Het zijn nogal eigenlijk boeken die ik het afgelopen jaar heb gelezen na meer dan 30 succesboeken gelezen te hebben. En die hebben mij heel erg geholpen met mijn mindset en om een beter leven te leiden naast mijn eigen online business. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vindt en ik zie je terug in de volgende video. Ciao, ciao.